En dat u zoveel geld heeft uitgegeven om hier een meet and greet te hebben met hem. Ik waardeer het heel erg. We hebben alleen één klein probleempje. Meneer Darko die wil eigenlijk... Verder is het veilig hier. Eigenlijk wil hij geen bezoekers meer ontvangen. Maar hij zit toch al vast aan zijn boek namelijk en hij wil niet onderbroken worden. Maar hij had laatst een ongevalletje en hij is blind geworden. Dus ik dacht, ik kan wel mensen binnenlaten als ze heel stil zijn en dan kan ik ze er weer uithalen en dan is er zeker niks gebeurd. Oké. Ja, dus dan moeten jullie wel heel stil zijn. Kunnen jullie dat doen? Ja, zeker. Ja? Oké. Oké. Want namelijk, als zijn concentratie onderbroken wordt, dan wordt hij heel erg boos. En dan komen zijn verhalen tot leven. Oh. Ja. Komt het verder. Jordi gaat voor mee. Klaar? Ja, meneer. Ik ben mijn notebook kwijt. Een notebook? Ja, mijn notitie. Oké, heeft u het toevallig in de kast gelegd? Of... Nee, ik had hem ergens op de bank gelegd. Op de bank, ik zie het. Ja. Ja. Lijkt alsof hij een dode rat ligt. Hier is hij, meneer. Ik heb hem gevonden. Waar? Alsjeblieft. Ja. Ja, dank je. Ja. Hoor je dat ook? Ik hoor helemaal niks. Misschien zet er een naam over ergens. Wat is dit? Dat is de bank waar niemand op zit. Je hebt mensen binnengelaten? Misschien heb ik mensen binnengelaten, maar ze gaan echt zo weer... Ik ruis! Nee, word niet boos. Hals weg! Niet nog een keer dit. Hals weg! Oh, ik wil dit niet. Je weet nog wat er gebeurt! Volg je weg, blind! Klaar! Hals weg! Klaar! Klaar! Zagen jullie dat? De schrijver is helemaal gek geworden. Jullie moeten hier weg, het is hier niet meer veilig. Snel zo via de achterdeur. Alleen die schrijver is weer een... Ja, maar ja, klopt, ik ken er wel achter, dat is ook de bedoeling. Ja, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, hè? Dan maak ik voor hem moesten lopen. Ah ja, joh, maar dat is niet de bedoeling. Oh, voilà! Dat gaat beest! Ja. Ik ben wel hartpatiënt, hè. Oeh, lief klein konijntje. Auw. Ja. Maar ik kan al die komen. Maar zullen we... Het is laatst hoor. Ja, sorry. Gewoon even de weg kwijt. Hoe is de weg niet meer? Koekoe. Ja, koekoe. Kun je nu hier uw weg kwijt zijn? Koekoe. Ik ben hier niet meer graag. Maar de dag. Maar mijn jongens toch. Het is altijd feest met onkel Jurgen in een spookhuis. Ah, maar we zijn hier weer. En natuurlijk zijn we hier. We zijn er niet nog half weer. Oké. Hé, maar jullie lopen wel heel snel, moet ik zeggen. Daarnet was het meer. Oh, maar de vorige keer was niet, maar dan... Ja. Wat is verder? Niet. Gaat niet. Ik wist het. Ik wist het. Ja, Jordi ziet, maar gaat er weer dit komen, twee achter. Wow. Ja, dit. Lief klein konijntje had de vliegje op zijn neus. Een lief klein... Oh, maar ik kon er niet in. Dat is lekker die weer. Oh, even ik hier hen steken. Oeh, hij moet hier niet... In de kast kruipen. Hij moet weer niet uitkruipen. Hij moet hier in de kast kruipen. Jeroen komt uit de kast. Kan je nog zo in? Ja, sorry. Het is een puppe. Maar ik loop hier niet van voor. Nee, nee, we gaan dat niet doen. Oh, maar dat is hier met die vieze ding. Ik hou hier niet van. Oh, maar ze is hier met de ruimtes. Oh ja, mooi, ja, dus ik herken dat hier nog. Ja, maar ik vind het hier niet leuk. Ja, ik wist dat ik het niet leuk vind. En domme Belg. Jongen, jongen. Overleefd. Zoals altijd.